Dit moet je voelen. Simply the best. Come on. Meneer Van Hoof, heeft u enig idee hoeveel mensen uw filmpje bekeken hebben? Ik denk heel veel. In 2009 bezocht Man bij het Hond kermisliefhebber Michael Van Hoof. Hij is gek van de turbopoliep. Het filmpje werd een regelrechte internethit. In ons jubileumjaar gaan we terug naar deze grote kermisfan en maken we kennis met Joeri, die na het zien van het poliepfilmpje ook in de ban raakte van de attractie. Mag ik hem even op mijn hart zetten, mama? Het is wel heel erg hard, hoor. Oké, komt-ie. En wat vind jij nou zo mooi aan die turbopoliep? Ja, hoe die beweegt. En u bent nog steeds gek van de turbopoliep van Hans van Tol? Ja. Dat klopt. En hoe vaak op een avond gaat u daar nog in als u er bent? 10 of 20 keer erin. Als het echt heel lekker weer is, dan ben ik niet uit te slaan uit het ding, zeg maar. Joeri, wat heb je hier allemaal? Kun je het eens uitleggen? Ik heb daar de booster staan, de katapult, de jumper, de turbopoliep. Dat is de turbopoliep? Dat is de turbopoliep, maar nog niet af. Als ik op de kermis ben en dan komen mensen naar mij toe. Oh, ben jij van de jongen van de turbopoliep van Man Beet Hond? Ik zeg, ja, dat klopt, dat ben ik. Oh, ik wil je graag op de foto of een keer in de turbopoliep inzitten. Ja, dat was afgelopen vrijdag ook gebeurd, dus er kwam eens een jonge dame die vroeg, oh, ben jij van Man bij het Hond van de filmpje? Ik zei, dat klopt. Dus ze gingen samen in een turbopoliep zitten. Lekker zie, come on, baby. En Joeri, wat is dat voor attractie die je nu ronddraait? Dat is de Booster Max, dat is eigenlijk dezelfde attractie als de normale booster. Alleen is een tikje groter, maar maakt wel dezelfde beweging. En wat is nou eigenlijk je droom op kermisgebied? Om een keer de echte turbopoliep te bedienen. Ja? Ja, dat is echt mijn droom. Hallo. Show. Als je wil mij een keer een showtje geven als je wilt, door de microfoon. Oké, let's go. Nou, doet je wel goed. Ja? Ja, show geven, ja. Ja, zal ik een keer een voorbank doen? Met een microfoon? Wacht even, aanzetten. Oké, we gaan starten, dan komt hier. Let's move, here we go. Come on, de allerlekkerste lekkertje. Come on. Baby. De booster staat er ook mooi bij nou, hoor. Wat bedoel je? De booster staat er ook mooi bij nu. Ja. Ja, heel leuk. Meneer Van Hoof, ja. Hoort u hem al? Ja. Ja? Dat is Hans van Tol. Alles goed? Alles goed, Hans. En je hebt weer een nieuwe OBS meegenomen, zie ik. Ja, klopt. Joeri. Hans van Tol. De Hans van Tol, Joeri. Ja. Hoe is het om hier te staan? Ja, vet. Ja? Zou die een keer mogen draaien, meneer Van Tol? We gaan een keer een uitzondering maken dan. Ah, yes. Ja. En mag Michael er dan in, meneer Van Tol? Doet hij altijd dus. Hoeveel keer gaat hij op een avond? Nou, ik denk wel eens 30 keer. Ja. Laatste plaatsen. Meneer Van Tol, is het een beetje een acceptabele show? Perfect. Ja? Ik zeg dat tegen mijn zoon, hij weet de nummertjes op het geluidenkastje misschien nog wel beter dan ik.
geweldig. Ja? Echt kicken. Hoe doet hij het? Hartstikke goed. Ja? Ja. Zou je hier je beroep van willen maken? Als het kan wel, ja.